In Nederland speelt het debat eigenlijk helemaal niet, maar in Amerika heb je ook een tijdschrift, Fides et Historia. En daar heb je grote groepen jonge christelijke historici die serieus met elkaar en ook met niet-christelijke historici daarover in debat zijn. En je hebt een gematigde positie, iemand als George Marston heeft dat, ik hoor daar denk ik ook toe, die zegt van ja, ik leg als historicus in mijn vak geen rekenschap af aan de kerk of aan medechristen, maar ik leg rekenschap af aan degene die mij betalen en aan het gilde van beroepshistorici. Dat is, je doet gewoon je werk. Dat denk ik ook. Nou is er een grote groep jonge historici die zeggen, ja, is dat genoeg? Moet je niet toch radicaler de boodschap van het evangelie laten doorklinken in je werk? En dat weet ik niet. Ik weet namelijk niet zo goed hoe dat moet. Ik volg dat debat met grote belangstelling. Ik denk dat je het natuurlijk kunt doen zoals iedereen dat in zijn werkvloer kan doen. De omgang met collega's, de omgang met studenten, de omgang manier waarop je naar elkaar kijkt. Misschien ook de thema's die je kiest. Maar of je ook bij wijze van spreken in je voetnoten of in de precieze beschrijvingen van personen dat tot uitdrukking kunt laten komen, dat weet ik niet.